Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En vandaag ga ik een video maken over mijn opleiding. Ik heb namelijk heel vaak de vraag gekregen of ik hier een video over wilde maken. Of welke opleiding ik precies doe. Aangezien het nu weer een beetje tijd wordt dat de meeste mensen... ja, een beetje gaan kijken naar scholen, open dagen gaan bezoeken. En ik maak weekvlogs en hier laat ik me dus het een of ander van mijn opleiding zien. Maar ja, er wordt gewoon veel gevraagd naar gewoon een duidelijke video hierover. Voordat ik begin met de video zou ik het heel leuk vinden als je mij zou volgen op Instagram. Dit is Sarah Verwoerd. Hier plaats ik ook regelmatig updates over mijn YouTube kanaal. Als ik een nieuwe video heb geüpload of soms een Q&A of dat soort dingen. Natuurlijk zou ik het heel leuk vinden als je op mij abonneert. En een notificatiebel aan te zetten. Dan krijg je altijd een melding binnen als ik een nieuwe video upload. En je wilt mijn video's natuurlijk niet missen. Ook zou ik het leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog geeft. En als je een vraag of gewoon een reactie wil laten. Doe dat dan vooral hier beneden. En ja, laten we dan gewoon maar snel gaan beginnen met de video. Nou, als eerst, ik doe de opleiding Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam. En ik heb gemerkt dat je verschillende soorten creative business hebt in heel Nederland. In verschillende steden. Maar dit is allemaal niet hetzelfde. Ik kan niet het verschil vertellen, want dat weet ik niet. Maar dat betekent niet dat bijvoorbeeld de creative business in Utrecht hetzelfde is als in Amsterdam. Dus ik zou daar wel goed op letten. Dus dit is een specifiek video over creative business op de HVA. Ik zit momenteel in mijn tweede jaar. Ik zal voornamelijk vertellen over het eerste jaar, een stukje over het tweede jaar en heel kort over het derde en het vierde jaar. Heel vaak krijg ik de vraag, wat voor opleiding doe je? En dan zeg ik creative business en heel vaak kijken mensen me echt aan van, oké, nu weet ik nog steeds niks. Maar creative business is eigenlijk gewoon alles wat rondom de media draait, social media. Maar daar heb je natuurlijk ook te maken met teksten schrijven, audiovisueel, digitale media. Dus het is in het eerste jaar heel breed. Je krijgt heel veel verschillende vakken. En ik zelf vond dat eigenlijk heel fijn. Omdat ik helemaal nog niet wist wat ik precies wilde doen. Het enige wat ik wist is dat ik dat vak heel leuk vond. Dus stel je weet niet goed wat je in dit vakgebied leuk vindt. Is deze opleiding eigenlijk heel fijn. Omdat je eigenlijk kan oriënteren in alle gedeelten van het vak. De opleiding... gaat eigenlijk van het bedenken tot een idee. Onderzoek doen naar bepaalde dingen. Dit uitwerken, dit maken en dit eigenlijk de markt ingooien. Het gaat eigenlijk van begin tot het einde. En hier heb je dus ook verschillende vakken voor. Oké, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Maar ik zal anders eerst wel gewoon de structuur van het eerste jaar uitleggen. Even een globaal overzicht. Je hebt 4 blokken in het eerste jaar. En al die blokken zijn verdeeld in sprints. Dus je gaat... 1 blok is 8 weken. En een blok is verdeeld in 2 sprints. Dus je hebt een sprint van 4 weken. En een tweede sprint van ook 4 weken. En dat stelt samen 1 blok voor. En in die 4 weken krijg je 2 vakken. Gewoon 4 weken lang 2 dezelfde vakken. En na 4 weken krijg je er een portfolio opdracht voor. Of een tentamen. Of dat verschilt natuurlijk per vak. En dit gaat eigenlijk heel de tijd door. Je hebt dus om de 4 weken eigenlijk deadlines die je moet halen. En je hebt geen tentamenweken. Dus... ja, ik zelf vond het eigenlijk super chill, want je had altijd maar meestal 1 tentamen. Want je had nooit 2 tentamens gelijk, dan had je meestal een portfolio opdracht of iets. Dus ja, dat vond ik eigenlijk best wel chill, dat je gewoon nooit een tentamenweek echt had. Je kon je gewoon echt heel erg focussen op de 2 vakken die je had. Verder had je wel een project per blok. Die liep 8 weken lang door, dus die hadden niks met de sprints te maken. En in je project heb je een projectgroep en dan ga je 8 weken lang aan een project werken... die je uiteindelijk na 8 weken moet inleveren. Ik hoop dat jullie het nog begrijpen. Als je nog een vraag hebt, stel het in de reacties of stuur me even een berichtje op Instagram. Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg uitleg. Dus dat is eigenlijk de structuur van het eerste jaar. Dit zelf wist ik niet. Ik had geen idee wat me te wachten stond. Dus misschien is het voor jullie juist wel fijn om te weten. Sowieso raad ik het aan om gewoon even een open dag te bezoeken natuurlijk. Als je er interesse in hebt. Want dan krijg je gewoon een beeld hoe de school is, een beetje de sfeer daar en de docenten kan je spreken. Verder wil ik zeggen dat ik ook echt super leuke docenten heb gehad. Ik heb natuurlijk minder leuke en leukere docenten gehad, maar over het algemeen heb ik echt hele leuke docenten gehad. Dan ga ik nu even praten over de vakken die je kan verwachten in het eerste jaar. In het eerste jaar is dit nog heel breed. Ik zelf vond het dus wel fijn, omdat ik daardoor een beetje kon oriënteren wat ik wel en niet leuk vond. Ik zal gewoon even een paar vakken opnoemen. Je had bijvoorbeeld onderzoekvakken. Hierin ging je een heel onderzoeksverslag maken.
over een bepaald idee dat je hebt of een bepaalde format dat je moest creëren. Je ging onderzoek doen naar de doelgroep, je ging onderzoek doen naar trends. Hiervan ging je een prototype maken, dus eigenlijk een voorbeeldtype. Dit ging je aan de doelgroep voorstellen van, yo, wat vind je hiervan? En hier ging je ook weer interviews op doen, enquêtes en dit zo verwerken. Dus je had onderzoekvakken. Je had eigenlijk vakken waar je dingen ging creëren. En dit deden we vooral op Adobe-programma's. Bijvoorbeeld Photoshop, Adobe Premiere ging je video's editen. Adobe XD gingen we websites maken. Op InDesign hebben we een magazine gemaakt. Dus ja, zowel digitaal als drukwerk content hebben we gemaakt. We hebben ook een website op WordPress gemaakt. Dus ja, heel erg het creëren van dingen heb je vakken in. Je hebt ook vakken in de journalistiek. Tekst schrijven, artikel schrijven, een nieuwsbericht schrijven hebben we gedaan. En allemaal dat soort dingen. En als laatst had je vakken in marketing. En dan hadden we normale marketing en online marketing. En ik zelf vond dat niet de leukste vakken. Maar ik was er op zich wel goed in. Want het leek best wel veel op de economie die ik had op mijn HAVO-examens. Dus stel jij hebt een opleiding gehad in economie of marketing of je hebt HAVO daarin gedaan. Dan lig je hier wel echt in voordeel. Maar er zijn ook genoeg mensen op de opleiding die dit niet hebben gehad en die hebben het ook gehaald. Maar dit zijn ook tentamenvakken, dus daarom vond ik ze wat minder leuk. Omdat het gewoon vooral blokken is en dingen uit je hoofd leren. En ja, dat vind ik gewoon minder leuk. En waar ik echt achter ben gekomen is dat ik dat tekstschrijven mij bijvoorbeeld echt helemaal niet ligt. Ik ben heel slecht in de Nederlandse taal, in het opbouwen van zinnen, in de grammatica en zo. Dus dat is ook niet mijn ding. Ik denk dat ik eigenlijk wel een beetje zo alle vakken een beetje heb behandeld over het eerste jaar. Gewoon verschillende vakken. Je hebt tentamenvakken, portfolio's maken. Dus het is een beetje 50-50. Dus dat is eigenlijk super chill. Je hebt niet alleen maar tentamens, maar je hebt ook heel veel opdrachten. Maar het ligt natuurlijk zelf aan wat je fijner of leuker vindt. En ja, je hebt 4 projecten door het hele jaar lopen. Dus in elk blok 1. Ik denk dat dat een beetje de grootste basis is van het eerste jaar. Ik zelf heb mijn P gehaald, mijn propedeus. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dus don't worry als je vakken niet haalt. Je mag namelijk 3 vakken niet halen. En daar ga je nog steeds over. En moet je die gewoon in het tweede jaar opnieuw herkansen. En als je die niet haalt, in het derde jaar opnieuw herkansen. Dus dat komt allemaal echt wel goed. Daar hoef je echt niet druk om te maken. Maar het is wel gewoon fijn als je alles in 1 keer gehaald hebt. Je moet trouwens voor deze opleiding 60 studiepunten halen. Wil je je P halen. En 50 studiepunten moet je hebben, wil je overgaan. En als je dat niet hebt gehaald, dan moet je stoppen met de opleiding. In ieder geval door naar het tweede jaar. En hier ga je kiezen van een specialisatie. En dit is gedeeld in 4 keuzes. Dit ga je trouwens aan het einde van het tweede jaar al kiezen. En in het tweede jaar ga je daarmee verder. Aan het begin van het tweede jaar, dus het eerste blok, heeft de specialisatie hier nog geen rol. Dit gebeurt pas in het derde en het vierde blok. In het eerste blok van het tweede jaar krijg je namelijk vakken die iedereen krijgt die in het tweede jaar zit. Dit waren de vakken mediapsychologie, mediaethiek, recht van de creatieve industrie, social media research. Dus dat zijn een beetje algemene vakken over de media. Ik zelf vond dit niet zo'n heel leuk blok. Het was meer een beetje een algemeen, maar het waren op zich wel dingen die nodig zijn. Dus het is maar 1 blok, weet je. En dat is ook gewoon het chillen aan de school. Stel je een vak ligt je niet heel erg. Je hebt het maar heel even en dan sluit je het af en is het gewoon klaar. Je hebt het niet een heel jaar lang. In het tweede blok, daar zit ik nu, ga je 10 weken lang stage lopen. Dat vind ik echt heel leuk. Ik heb dan ook echt een hele leuke stage, dus daar moet je echt geluk mee hebben. Ik loop stage bij het bedrijf Engrain. Dit is een media agency in Amsterdam en het is echt een aanrader. Het is echt super leuk. Ik werk super leuke mensen. En ik ga pas volgende week beginnen aan mijn tweede week. Dus hoe het allemaal een beetje is, is nog een beetje lastig te zeggen. Wat misschien ook leuk is, wil je dit volgen? Ga ik voor hun YouTube kanaal vlogs maken. Dus wil je dat checken, zal ik dat tegen die tijd wel zeggen in mijn weekvlogs. En dan kan je dus een beetje checken hoe het daar aan toe gaat. Maar ja, in het tweede blok ga je dus stage lopen. Dit verschilt welke stage je gaat doen. Dus 10 weken lang, gewoon een hele tweede blok. Dit is tot 31 januari. Dan in het derde en het vierde blok komt de specialisatie aan bod. En hier krijg je 2 blokken lang gewoon vakken in jouw specialisatie. En je hebt dus 4 keuzes. Je kan kiezen uit media marketing, digitale media, audiovisueel
en tekstschrijven. Ik heb uiteindelijk gekozen voor digitale media. Tekstschrijven viel voor mij meteen af. Digitale media kan je vooral dingen verwachten in het maken van online content. Maar ook hoe jij bijvoorbeeld het best een website kan inrichten voor meer klanten. Hoe jij je producten gaat verkopen aan klanten. Maar je maakt de producten zelf ook. Je gaat bijvoorbeeld een website maken of een flyer of een weet ik veel wat. Dat leek mij het leukste. Hier heb ik zelf het minst ervaring in. Dus ik dacht, hier ga ik het meest van leren. Maar hier kreeg je ook in het eerste jaar gewoon informatie voor. Je kreeg nog een voorlichting over alle specialisaties. Dus daar ga ik niet te diep op in. Dat komt allemaal vanzelf wel. En dan in het derde en vierde jaar heb ik ook niet precies een idee hoe dit in elkaar zit. Je moet een half jaar lang stage lopen en je moet een minor volgen. Dan mag je zelf bepalen of je dit in het derde of het vierde jaar gaat doen. Ik heb daar allemaal nog geen idee van. Ik heb daar ook nog niks over gehoord. Dus ja, en je gaat natuurlijk afstuderen in het vierde jaar. Maar hoe dat verder allemaal verloopt, weet ik niet echt. Maar ja, ik denk dat het ook niet echt heel relevant is. Want vooral het eerste jaar is belangrijk. Denk jij, ja, dit zijn echt dingen die ik heel leuk vind. Dan gaat dat de rest van de opleiding ook zo zijn. Ze zeggen wel dat het eerste jaar het moeilijkste meestal is. En ik vond het eerste jaar echt prima te doen. Dus ja, als jij gewoon naar de lessen gaat en gewoon leert, kan ik zelf ook van leren. Want ik heb alles op het laatste moment altijd afgeschoven. Maar is het echt wel prima te doen. Verder over de tijden en je rooster is dit echt top. Ik heb echt heel weinig school gehad. Ik had heel vaak dagen vrij en ik had helemaal niet veel lessen. Dus ik zelf vind het echt super chill. Dat ligt natuurlijk per persoon. Misschien vindt een ander het juist fijn om regelmaat te hebben. Maar je hebt elke week een ander rooster. Niet heel veel les. Dus ik zelf vond het eigenlijk wel chill. Nadeel is dat je soms echt heel vaak in de week maar voor één uurtje heel de tijd heen en weer gaat naar school. Maar ja, ik weet niet. Ik vond het niet echt heel erg of zo. Ik vond het eigenlijk juist wel chill. Ik zit even te denken wat ik nog meer kan vertellen. Maar ik denk dat ik eigenlijk wel een beetje zo de basis van mijn opleiding heb uitgelegd. Heb je, zoals ik al zei, heb je nog ergens een vraag over? Stel het, DM me. En dan beantwoord ik die natuurlijk. Maar ik denk dat ik eigenlijk wel gewoon een best wel duidelijk idee heb gegeven van de opleiding. En ik hoop dat jullie het ook duidelijk genoeg vonden. Dus ja, is dat niet zo, laat het me vooral weten. Dan wil ik je eigenlijk gewoon bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet op mij te abonneren. Vergeet me niet te volgen op Instagram. En vergeet niet een blauw duimpje omhoog te geven. Dat vind ik heel leuk. Ja, dan wil ik je eigenlijk gewoon bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.